Oké, nu moeten we hierin. Ja. Dat was debiel. Dat was echt debiel. Yo guys, Kletje hier vandaag in een video. Vandaag gaan we verder met Half-Life. Ik kan hem gewoon op spel laten duwen en let's go. Oké, we zijn dus volop in de actie. Oh, hier. Oh, ik heb één held. Eén held. En hier, Mongool. Hier. Was dat het? Dat was makkelijk. Jullie weten, als mijn Half-Life opname mislukt door Windows 10. Ik heb trouwens hik echt perfect tijdens opnames. Maar mijn Half-Life opname was dus mislukt door Windows 10. Dus ja, dat wou ik zeggen. Oh, de koop. De cashjes. Dat is niet goed. Oh, of toch niet? Oh, lol. Ja, yeah, like if you every time pray. Ja, yeah, like if you every... Dat was Mongolisch. Dat was echt heel Mongolisch van mij. Oké, ik ben hier al terug. Nu gaan we gewoon verder door de ventilatieschaft. Ik heb de deeltje lus gedaan door de mislukte Windows 10 opname. Dus ja, ik weet nog waar we moeten. Als het goed is, moeten we deze helemaal aflopen. Ik heb 69 armor. Nice, perfect. Perfect. Ja, en nu is het juist. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Ja. Judging from your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, anyone can end this catastrophe. It's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the... Ja, zwijg. Dus ik wil even iets zeggen. Wat moet die gastjes ons aanvallen? Dat is iemand dat in de comments gezet. Peter 15 size, als ik het goed zeg. Of Peter 15 size. En hij zei dat de government ons aanvalt omdat zij het incident willen geheim houden. Dus iedereen die ermee te maken had, gaan ze vermoorden. Dus ja, daarom wilden ze ons dus vermoorden. En toen zat ik weer 5 minuten te zoeken hoe ik verder moest, want mijn game was weer eens gebukt. En dan had ik een checkpoint opnieuw beladen en toen lukte het wel. Oké, mooi. En kijk dat het nu wel lukt. Ja, hij was gebukt, want nu lukt het wel ineens. Dus ja, 9 van de 10 was hij gewoon gebukt. Als het goed is, hebben we hier onze eigen metro. Ah, hier is onze metro. En ik heb dit stukje al veel gedaan. En wat ik heb gelezen, best gewoon snel mogelijk overal doorgaan. Want je hebt veel van die monstertjes en die moeten gewoon overrijden. Zie je het? Gewoon overrijden. En dit ken ik ook nog. En hier moet je... Oh, mooi. We vlogen echt bijna in de radiaal... Of wat zeg ik? Radialen. Radialen is totaal iets anders. Radioactieve troep, ja. Zal ik zo noemen? Radioactief afval. Voilà. Alsjeblieft. Even hier omhoog gaan. Oh man. Man, fracturing detected. Shut the fuck up. Ciao. Je raakt toch niet. Nucleaire troep. Ah ja, hier zijn we terug. Hier zijn we terug. Allee, voor mij is dat toch terug, you know. Deeltje dat er nu aankomt, dat is vrij kut. Allee, ik heb niet zo'n goede ervaring ermee, zal ik het zo zeggen. Alsjeblieft. Op die dingen werkt dus beter een shotgun, hè. Kijk, hè. Zie je het? Au. Die doen zoiets kei cool, maar dat doet amper damage. Al geluk doet het amper damage. Waar ga ik helemaal? Ik sta je wel. Hahaha. Headcrabs. Oh, lol, lol, lol. Oh man, die ging maar niet dood. Maar ze gaan niet veel sneller dood. Yo. Kijk, ja, je moet dat aanzetten daar, maar al die dingen staan niet aan. Ja, doei. Wat gaat hij met die gast doen? Ah, oei. Ja, dat is geen goed einding voor die gast. Hey, over here. Eat lead, you outer space octopus. Tss, space octopus heeft hij mooi gezegd, vind ik. Hier. Het is altijd zo spannend met je crossbar om die dingen kapot te maken. Een paar van die... Voilà. Ik kon ook gewoon op dit schieten, maar ja, kom. Dan ontploft die brug, moet ook weer niet.
Ah, deze ken ik ondertussen ook al. Oh. Ja, dat was niet slim van mij. Maar we hebben nog wel redelijk wat held. Maar we moeten echt zoveel mogelijk held overlaten. Dat is sowieso de bedoeling, maar nu speciaal, you know. En hier moet je ook echt niet in het water flikken, want dan zeg je echt ook neukt. Hier is naar links. Ja, dat is jammer dat ik het al ken, maar dat komt door Windows 10. Dus geef Windows 10 maar de schuld, jongens. Niet vallen. Hier staat er ook een. Voilà. Die gastjes kunnen echt niet tegen deze gun. Normaal. Voilà. Dat bedoel ik dus. Voilà. En hebben we iets aangezet. Zie je het? Ja, dat zullen jullie ook wel. Oh. Oh wauw, dat helpt er niet. En ik ben keiveel held kwijt. Godverdomme, dat is niet goed dat ik zo held. Maar normaal zie ik natuurlijk ergens nog zo'n ding om held te pakken. Kom dan, 1v1, alsjeblieft. Dat dacht ik ook. Ga dood. Kijk, hier komt zelfs laden op beeld. Zo erg dat ik dat nog weet. Kijk, zie laden. Ah, jullie zien dat niet. Bij jullie komt laden door een van de redenen er niet op. Maar oké. Ik heb nog maar 2 held. Ja, nog minder dan de vorige keer. Goed bezig, Wouter. Ja, voilà. Ik mag niet meer te veel health verliezen, echt niet. Kijk, als dat ding mij nu 1 keer raakt, dan ben ik echt dood. Hier. Laat mij erdoor, dankjewel. Oké, deze jump kan lastig zijn. Ah, dankjewel, die hebben we. Hier komt er nog één. Nee. Nee, ik was te snel ervoor. Oh, wow, ik stond er weer al op. Maar goed bezig, Wouter. Ik heb jammer nog altijd maar 2 held. Maar ja, kom. Oké, nu moeten we hierin. Ja. Dat was debiel. Dat was echt debiel. Ja. Hoe ga ik dat doen? Oké, die is dood. Nice, want ik had maar 2 held niet meer. Ah, nog altijd trouwens, maar... Ja, oké. Oh, deze kover leef ik niet. Oh. Oh nee. Oké. Dat was kut. Mooi gezegd. Die was triggerd. Held, held, held. Alsjeblieft zoveel mogelijk. Oh, kijk, het was niet. Ik had wel meer kunnen gebruiken, maar ik klaag niet. Oké. Deze stukje ken ik van buiten. Sword of. Nee, eigenlijk niet sword of. Ik ken het echt van buiten. Nog meer held. Whoops. Ja, nu zal het wel genoeg moeten zijn. Hier is radiation problem. Die probleem natuurlijk. Die is echt vies cool. Kijk, miauw. Voilà. Kijk, hij gaat super snel. Snel. Zo. Oké. Moeten we 1 kant aanzetten. En ook nog de andere kant. Die dildo's gaan er dan uitkomen, ziet je? En die gaan dan de power aanzetten. Voilà, ze. Ah, jongen, kut. Ja. Ik ben niet zoveel verloren, maar toch. Toch, oké. Hij zei dat ik alle power had gestort. Dus het zou moeten lukken. Maar ja, het zou moeten lukken. Het laddersysteem is echt wel raar, maar ook tegelijkertijd... Nee! Wat zei ik net, dat het laddersysteem goed is. Fuck het laddersysteem. Oké. Kustveilig, sort of. Dan moeten we hierin. En dan kunnen we de main fire dingen aanzetten. En dan zijn we af van de monster. Ja, je kunt er hier niet in gaan voor de duidelijkheid. En hier.
Nee. Ja, weer al. Zoals de vorige keer gebukt. Dan heb ik weer al iets niet aangezet, maar ik weet niet waar. En toen heb ik weer alles onderzocht. En was ik vergeten om op twee knopjes te duwen. Oh. Ah, nu zou het moeten werken. Eee, bitch. Kijk dat, kijk dat. Oh. Oh. Ha. Oké. Wel, was cool. Waar is die gast ineens naartoe? Ik denk niet dat hij het heeft overleefd. Ik neem aan dat we nu daar moeten. Zoals je ziet. En ik ga eens even helemaal naar beneden in die krater kijken. Want ik ben wel een beetje benieuwd eigenlijk, hè, jongens. Oké, jongens. Zoals je ziet, hier is nog een krater. En dan gaan we in. Dus dan ga ik afsluiten voor deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer je in de volgende keer. De volgende keer gaan we terug verder met Half-Life. En ik zeg ciao.